Ja, even over vandaag. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is, hè, waterkwaliteit. Ik merk wel, ik ben zelf werkzaam als directeur bij Waterschap Limburg, dat er eigenlijk drie onderwerpen zijn voor de meeste waterschappen belangrijk. Het allereerste is altijd waterveiligheid. Het tweede is klimaatadaptatie. En ja, waterkwaliteit is een derde onderwerp. En wat ik zo aardig vind aan het onderwerp waterkwaliteit en klimaatadaptatie, dat het volgens mij heel erg bij elkaar in de buurt gaat komen. Afgelopen zomer, 2018, was het ontzettend droog. En ik denk dat u daar, waar u ook woont of werkt, daar ook wat van heeft gemerkt. En toen was er een enorme vraag naar goed zoet water. Wat ook gebruikt kan worden voor de landbouw, wat gebruikt kan worden voor de natuur. En ja, daar zie je eigenlijk al dat ook het afvalwater, waar velen van u mee bezig zijn, ja, daar zit water in. En dat water is van heel groot belang. En eigenlijk, wat wij doen met dat afvalwater, wat wij doen in die afvalwaterketen, dat doen we uiteindelijk om, zou je kunnen zeggen, om die beken ook weer te gaan voeden. Om uiteindelijk ook dus de droogte tegen te kunnen gaan. Dus ook waterkwaliteit heeft volgens mij steeds meer met klimaatadaptatie te maken. Dat helpt misschien ook wel om het op de agenda te zetten. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel mensen die hier zitten hebben wat meer een technologieachtergrond. Kunnen jullie handen omhoog doen? Dat is zo'n 70%, denk ik. Hoeveel mensen hebben hier wat meer een waatsysteemachtergrond? Dat zijn er een stuk of 10, als we geluk hebben. En hoeveel mensen hebben een drinkwaterachtergrond? Hebben we er ook een stuk of 10 te pakken? Kijk, ik denk dat dit een hele belangrijke conclusie al is voor u die hier zit als technoloog. Denk eens even na wie in uw eigen organisatie of in uw omgeving is nou ook echt bezig met die kwaliteit. Want ik zie dat wij als technologen vinden het heerlijk, volgens mij, dat we nu weer een nieuwe technologische uitdaging hebben. We hebben stikstof en fosfaat verwijderd, we hebben energie teruggewonnen. Grondstoffen zijn we ook al een stap mee en nu gaan we aan de waterkwaliteitskant nog een slag verder maken. Het is denk ik heel erg belangrijk om dat vanuit het hele systeem te gaan beschouwen. Want eigenlijk wil ik daarin toch nog wat bespiegelingen meegeven aan het begin van dit symposium. Want hoe los je nou de problematiek van geneesmiddelen, van microverontreinigingen, hoe we ze noemen, hoe los je ze nou op? Nou, één ding wat ik weet, u als technoloog, en dan zeg ik even de 70% die hier zit, die gaat dat probleem nooit oplossen. U kunt wat doen aan de zuivering, hè, om daar dingen uit te halen. Maar je zult het echt altijd samen moeten doen. Dat betekent dus ook, we moeten een taal vinden om met elkaar erover te spreken. Hè, ik denk bijvoorbeeld, aan de RWSD-kant kunnen we wat doen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, wat kan je vanuit de gemeente doen? In het kader van klimaatadaptatie denken we ook steeds vaker van, laat dat water waar het valt, laat dat ook daar infiltreren. Als je gaat afkoppelen, dat denk ik ook voor u als technoloog, is het alleen maar hartstikke fijn, want dan heb je een geconcentreerdere afvalwaterstroom. Dus je hebt een gemeente al nodig om daar over na te denken. De landbouw, want geneesmiddelen waar we het over hebben, is natuurlijk maar een heel klein groepje. Iemand zei ooit, ja, die geneesmiddelen, dat is 10% van de micro's waar we het over hebben. En het gaat eigenlijk over die 90% die veel meer is. Denk dan bijvoorbeeld aan de landbouwbestrijdingsmiddelen. Denk aan diergeneesmiddelen. Die misschien soms wel veel diffuser ook in dat watermilieu terechtkomen. Daar zullen we dus ook mee in gesprek moeten gaan. Denk aan drinkwater. Het is fantastisch dat hier 10 mensen vanuit de drinkwatersector zijn. Maar als er iemand de pijn voelt, gisteren stond er in Trouw een groot artikel over waterkwaliteit. Ik weet niet of u het gelezen heeft. Een onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu die wees uit dat 1% van ons oppervlaktewater voldoet aan de kwaliteit die we vinden dat het zou moeten hebben. 1%. Dus 99% niet. Dat is echt uitzonderlijk veel. Er stond ook in dat in Noordoost- en Zuid-Nederland er steeds vaker ook al drinkwaterwinningen worden gesloten. Omdat de kwaliteit verslechtert. Dus ook die drinkwatersector die heeft daar ook een belang bij. Nou, de technologie hebben we natuurlijk ook. Hè. Ik denk dat het wel een uitdaging is om ervoor te zorgen dat de technologie die we nu hebben, dat die ook beschikbaar is, dat die goedkoop wordt, dat die duurzaam is. De advieswereld hebben we nodig. En dan zou ik de advieswereld vooral ook oproepen, ga nou eens integraal kijken.
Ga nou eens naar het hele systeem kijken en niet alleen naar de technologie. En ja, onderzoek zullen we natuurlijk ook altijd nodig hebben. Dus dat is wel één boodschap. We moeten het altijd samen doen. En ik hoop dat u dat onthoudt. En ook, komt u van een waterschap, ga ook eens bij uw collega die gaat over waterkwaliteit, maar die met technologie niets heeft. Ga eens met die collega praten. Kijk eens of jullie dezelfde taal spreken. Of je elkaar ook kan inspireren. En erachter kan komen dat hetgene wat je in de keten doet, bij de zuivering doet, dat je dat voor het systeem doet uiteindelijk. Nou, een tweede boodschap, en dat is denk ik dat we spreken en spraken altijd over afvalwater. Maar het gaat natuurlijk vooral over water, waar we het hier over hebben. En ik noemde net de droogte in 2018. Ik heb toen in ieder geval in Limburg, met name in Noord-Limburg, op de zandgronden, daar was het zo onnoemelijk droog. Net over de grens in België, daar gingen de boeren naar de zuiveringen en daar pompten ze uit de effluent goten, pompten ze water om hun aardappels mee te besproeien. Ja, je ziet dus dat water, het wordt gewoon steeds belangrijker, zelfs in het waterrijke land als Nederland. Dus we moeten water vasthouden, we mogen dat water verwaarden. En ja, een derde, ja, daar kunnen we volgens mij ook niet meer mee wachten. Dat artikel wat er gisteren in Trouw stond, dat 1% van ons oppervlaktewater voldoet aan de kwaliteit die we zouden moeten hebben. Ja, u kent allemaal de kaderrichtlijn water. We hebben allemaal afgesproken, ik geloof 10, 15 jaar geleden, dat we in 2027 zouden wij het gaan halen. Is er hier iemand die het gevoel heeft dat we het gaan halen? Maar volgens mij niet. Volgens durf je je hand niet op te steken. Er is er één die het gevoel heeft. Nou, een beetje geloven en hebben mag, maar we gaan het niet halen. Dus ook de tijd die begint ook echt te dringen. Wij hebben wat afgesproken. We hebben iets afgesproken met elkaar. We hebben iets afgesproken met onze kinderen. Met onze kleinkinderen. En wat doen wij? We zijn 15 jaar verder en 1% van het oppervlaktewater voldoet aan de kwaliteit. En 99% niet. Ja, en misschien nog een laatste boodschap. En dan stop ik hoor, dan laat ik het graag over aan anderen. Van ja, we zijn nu bezig aan de achterkant van die zuivering. En hoe goed zou het zijn om nog veel meer aan die voorkant van die zuivering aan de slag te gaan. Hè? Dat afvalwater, wat daar binnenkomt en wat er allemaal in het afvalwater zit, daarvan zeggen we allemaal van ja, dat is een activiteitenbesluit. Daar hebben we geen invloed op. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Ik zou zeggen, ga daar ook over. Het gesprek is over binnen jouw waterschap. En nee, maar welkom Paul. Nee, maar ga daarover nou ook eens in gesprek. Hè? Want als technoloog is het natuurlijk fantastisch om uit één grote, hoe moet ik het noemen? Één grote brei aan afvalwater om daar alles weer uit te halen. Maar hoe kan je het nou aan de voorkant beïnvloeden? Hoe kan je nu met bedrijven, hoe kan je nu met inwonenden, hoe kan je daar misschien andere afspraken mee maken? Nou, dat zijn eigenlijk de boodschappen. Dus we doen het samen. We moeten op een andere manier naar het water kijken, moeten verwaarden. We kunnen niet meer wachten. En het derde, ga ook echt vooraan in die keten ook bij jezelf kijken. En eigenlijk misschien een beetje als motto. Maar dat motto heb ik gepikt van onze vorige Delta-commissaris Wim Kuiken. Die zei, alles wat wij doen langs de rivieren, langs de dijken, dat doen wij om te voorkomen dat kalf verdrinkt. Hè. We gaan de put dempen voordat het kalf verdrinkt. Nou, bij waterkwaliteit gaat die analogie niet helemaal op. Hè, want de nadelige effecten zien we ook al in het water. Maar laten we ons best ervoor doen om ervoor te zorgen dat het probleem niet groter wordt. Maar daar wil ik nog één ander onderzoek, wat 2 weken geleden ook in het nieuws was. Een hele grote studie van een aantal internationale onderzoekers. Die zeiden de milieueffecten van onder andere geneesmiddelen, die hebben we echt onderschat. En die zijn zeker 10 keer groter dan dat we ooit hebben gedacht. Nou, ik schrik daarvan als ik dat zie. Dus ik denk, we hebben echt wat te doen. Nou, we hebben vandaag een heel mooi programma. Hij staat op de bijsluiter. Het is ook best een krap programma. Want er staat heel veel op de lat. We beginnen met Mark de Rooij van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Daarna hebben we Bert Palsma, die ook al jaren bezig is met geneesmiddelen, met waterkwaliteit, met de keten. En als afsluiter voor de korte pauze Maarten van der Ploeg, directeur van Riva Maas. Ik wil heel graag het woord geven aan Mark.